namelijk dat prins Bernhard destijds zich niet alleen liet betalen door Lockheed, maar ook nog door een andere vliegtuigmaatschappij, namelijk Northrop, dat uw vader dat wist. Die had dat gehoord van de commissie die dat had uitgezocht. Er was een rapportje van gemaakt en dat heeft hij verdonkere maand in een kluis gestopt. Mocht niet meer naar buiten worden gebracht. De commissie van drie heeft een rapport geschreven en bij het rapport zitten bijlagen. Die bijlagen zijn niet gepubliceerd, maar de reden is ook gegeven door in de toelichting door Joop den Uyl, namelijk door dat die gegevens al eerder op een andere manier openbaar gemaakt waren. En de bijlage is overigens al daarover is in 2005 in Vrij Nederland gepubliceerd en dat is ongemerkt voorbij gegaan. Blijkbaar werd het niet zo goed gelezen. Het is dus ook niet echt nieuws. Maar het is waar dat het hoofdrapport openbaar is gemaakt, maar de bijlagen niet. Ik denk overigens dat als het zo is, het verhaal wat zo vandaag in de krant staat, dat het nou groot gelijk heeft gehad. En dat hij gewoon zich op dat moment staatsman heeft betoond. En dat er een hoger belang was, namelijk zorgen dat Nederland niet in een constitutionele crisis terecht zou Want komen. Want aerobatics is zo precies mogelijk op een hele rare wijze met vliegtuigen spelen. Misschien een korte uitleg. Zoals we hier aan de tafel zitten, trekt het aardmagnetisme ons met één eenheid G aan. Gravity. En zou iemand nu de stoel onder u vandaan trekken, dan stuiter je met een versnelling van 1G naar de aardbodem. Nou, die G-krachten die laten wij in onze vliegtuigen accelereren tot soms 15 keer die eenheid. Dus dan ga je met 15 keer zo hard ga je in dit geval. Betekent ongeveer in de praktijk dat je je darm ongeveer je mond naar buiten komt. Nee, oh, nee, kijk, dat is weer totale onzin. Nee, kijk, en zo komen de verhalen in de wereld. Hier, ik heb mijn top ligt bij 14,2 G. Dat is niet normaal, kan ik je melden. Dat is niet goed voor een gezond lichaam. Maar ik heb gelezen dat je eraan dood kan gaan als je zoveel G op je lichaam krijgt. Het is ook een wonder dat ik hier zit. Nee, maar serieus. Is het niet zo dat je bij 14, 15 G dat dodelijk kan zijn? Nee. Maar wel als een drugs werkt, schrijf je op je website. Ja, maar wat is nou een heerlijke drug dan adrenaline? Dat is natuurlijk fantastisch. Het hangt een beetje af van de mate waarin. Maar wat gebeurt er? Ja, maar je moet het regelmatig gebruiken, vind ik. U bent een keer mee geweest? Ja. We hebben alles gedaan wat met zo'n vliegtuigje kan. Ik ben veilig aan de grond gezet, want het ging op en neer, ging omhoog. En ik denk dat we hoeveel G hebben getrokken? 8G? Ruim voldoende, ja. Ja? Ja. En wat is er allemaal uit uw mond gekomen? Helemaal niks. Nee. Nou, niet meer dan de normale onzin uit de mond van de politicus. Dat van alle mensen boven de 55, tussen 55 en 65, er van de 10 nog maar 4 werken. En dat kan gewoon niet. Dat kan niet omdat het een verspilling is van maatschappelijk talent. Een heleboel mensen boven de 55 kunnen nog heel gewoon goed werken. Het is ook niet meer betaalbaar. Ja. En bovendien, we hebben die mensen heel hard nodig. Want het is op dit moment een gevecht om een goede werknemer. Dus het is doodzonde als je die mensen, zoals nu dikwijls gebeurt, gewoon afschrijft. Nou, de maatregelen, alle maatregelen om vervroegd met pensioen te gaan, FUT en prepensioen, zijn 20, 25 jaar geleden zijn niet echt gekomen omdat er een grote jeugdwerkloosheid was. Er is op dit moment geen jeugdwerkloosheid meer. Wat hebben we gedaan? We hebben al die oude maatregelen die op zich toen goed bedoeld waren, hebben we nu overeind gehouden, terwijl de problemen nu heel anders zijn. Want er zijn dus heel veel voordelen voor oudere mensen. Er zijn voordelen dat ze duurder zijn. Dat ze niet meer zich nieuwe vaardigheden eigen kunnen maken. Dat ze vaker ziek zijn. Ook zo'n misverstand. U zult denken, ze zijn helemaal niet vaker ziek. Rauwvoet wil aan de andere kant beginnen. Die wil dat er meer kinderen worden gemaakt. Ja, dat is een tamelijk idioot voorstel. Dat is, 2.1. Denk ik dat het verstandig is dat meneer Rauwvoet uit onze slaapkamers wegblijft. Dat is één. Dat lijkt me kort door de bocht, hoor. Nou, in dit geval ben ik graag heel erg kort door de bocht. Mijn vrouw zit wel eens in Kuala Lumpur, maar gewaarschuwd vrouw, Rauwvoet, dat weer tegen. Mijn vader kwam uit een streng gereformeerd milieu, wat erg was voor gezag en orde en het Wilhelmus. En met een hele sterke regels over wat je wel en niet deed. En zijn visie was een geordende samenleving. Toen hij naar Kiel ging, was dat omdat hij economie studeerde en ging daar ook naar de economische faculteit. En op dat moment was er in Duitsland economisch gezien een grote verandering gaande. En dat was uit een economisch opzicht voor hem ook interessant. Ik vind het echt veel te kort door de bocht, zoals in de media ook de afgelopen dagen gesuggereerd is, alsof mijn vader nationalistische opvattingen had. Dat was dus niet het geval. He, dat kan ik gewoon zo zeggen. Dat hij waardering had voor Duitsland of de Duitsers. Nou, dat was dat
dat opstel toen hij 15 was. Dat was nog maar een facet. En hij had, toen hij 19 was, een heel genuanceerde opvatting over... aan de ene kant, economisch gezien, ging het daar goed. Dat was ook gewoon zo. En aan de andere kant zag hij grote nadelen. Jeugdvervolging, rassenhaat.